We gaan nu even overschakelen naar de buitenhaven op de rand van Brunnepen. Daar staat voor ons Gert Bartelink. Gert, goedemorgen. Gert. Ja, goedemorgen Sandra, goedemorgen Harry. Nou, Herman Finkes die zei het al. Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen. In Brunnepen is altijd wat te doen. Of niet Bruno, goedemorgen. Ja, Brunnepen is een levendige wijk van kampen. Daar kan menige wijk zich aan sieren. Altijd wat te doen. Eindelijk, las ik in de krant, eindelijk gaat het gebeuren. Eindelijk is eigenlijk te weinig. Eindelijk, en dan kan ik nog wel eventjes doorgaan. Ik heb van de week eens even in het archief gekeken. Ik kwam al memo's en brieven tegen van 2009, 2008. Dat er al aandacht is gevraagd voor de verplaatsing van het monument wat daar staat sinds 2002. Ja, want wat de mensen niet weten, we hebben het nu over het Schokkermonument. Dat staat eigenlijk gewoon op de verkeerde plek, zeggen jullie. Ja, helemaal verkeerd. Wie heeft dat bedacht, is niet juist. Want... Maar wie heeft dat bedacht, is dat bekend? Nou, ik zou het niet weten. Ik wil het ook niet weten eigenlijk. Waarom maken de Schokkers, of eigenlijk de nazaten van de Schokkers, daar zo'n probleem van? Nou... U moet weten, in 1859 heeft de gemeenteraad van Kampen een brief geschreven aan de commissaris in Zwolle om verschoond te blijven van de Schokkers en het eiland Schokland. Want wat moesten ze daarmee? Ze waren arm, het eiland dat was helemaal, was niks meer aan gedaan, er was geen geld voor. Dus wat moest de gemeente Kampen daar nou mee? Dat zou alleen nog maar geld kosten. Ze wilden er eigenlijk niks mee te maken hebben? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar goed, het monument gaat nu verplaatst worden, het standbeeld gaat verplaatst worden. Het staat verderop op de IJsselkade, of eigenlijk aan het eind van de IJsselkade. En dan wordt het hier neergezet, maar dan staat het, om het heel plat te zeggen, tussen de stront. Nou, dat valt erg meer. Dat wordt ook overdreven. Want als het nou geplaveid was en er was geen hondenveldje geweest, dan hadden ze misschien gezegd, dan komt het daar onder een boom te staan. Heb je de vlag uitgestoken? Want nu gaat het dus eindelijk gebeuren. Nou, de vlag die staat inmiddels in het gemeentehuis. De Hollandse vlag, de Nederlandse vlag en de kampenvlag. Dus... Hij is uitgestoken. Hij was al uitgestoken. Wanneer gaat het gebeuren? Want volgens mij moet er op de plek waar we het nu over hebben, dus op de hoek van de Koggenwerf of de ingang van de Koggenwerf en de Noordweg, wanneer gaat het hier geplaveid worden? Nou, de bedoeling is voor de bottendagen. En die zijn geloof ik 28, 29 en 30 juni zijn die dus. In die week daarvoor zal het waarschijnlijk plaatsvinden als dat mogelijk is. Laten we hopen dat het heel snel gaat gebeuren. Nog even laatste vraag. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ja, als u mij dat zou kunnen vertellen, dan zou ik dat zeer op prijs stellen. Dankjewel Bruno Caron. Graag gedaan. Je hoort het, Xandra en Harry. In Brunnepen is altijd wat te doen. En eindelijk komt het dan toch nog goed met dat Schokkermonument. En die nazaten van die Schokkers die eindelijk rustig kunnen gaan slapen.